ik geef gillen, hè? Hallo. Hoi. En? Is het alcohol? Ja. Zeker wel. Zeker wel. Hoe weet je het? Ethanol of methanol? Ja, we proberen zoveel mogelijk ethanol. Ja, we konden het net nog in de fik steken. Nu lukt het niet meer. Dus helemaal niet. Ik ben best Nee, we hebben een heleboel van deze destillatie. Hoe zou je ethanol en methanol kunnen scheiden? Heel secuur verhitten. Want methanol is nog lager koken dan ethanol. Okay, maar het is echt maar een paar graden. Ja. Of wat stokers doen is, bijvoorbeeld als ze 10 liter wodka maken, de gedestilleerde wodka, dan gooi je ze eerst 2-3 liter weg. Want omdat het dus een lager kookpunt heeft, gooi je gewoon... Kook je het eerder af? Ja, kook het eerder af. Dus na een tijdje stook gewoon op. Oké. Nee, ethanol dat kan je beter niet drinken. Maar dat gaan toch ieder jaar wel in... Weet je wat de tegengif is voor methanol? Nou? Ethanol. Oh ja? Echt waar. Ja. Alle oneven alcoholen zijn slecht voor je en de even alcoholen zijn beter. En om een oneven alcohol op te hebben, moet je even alcohol drinken. Dus het is gewoon altijd goed. Ja, dat is met deze doelgroep. Dus als je een methanolvergiftiging hebt, dan moet je wodka drinken. Zeker. Ja, ja. Ja, het is mijn risico. Ja, dat is nou net jammer. Ja. Waarom heb jij die heer niet, Bart? Met jou samen? Dat wordt volop gebritst. Ja, die wordt volop gebritst. Ja, word jij wel. Nou, dit is het model trebuchet. En dat moet ons straks gaan worden. Ja, enorm bouwwerk hier, hè? Ja. Maar je kan ook iets... Hij redt net niet over het dak, maar wel door het raam heen. Dat zou ook wel spectaculair zijn. Oeh, bam! Ja. Oh. Ik ben aan het filmen. Ik wil zo'n harde schijf willen zien bewegen. Oh joh, dat zie je helemaal niet. Ja, dus dat kan. 7200 RPM gaat daar schijf. En we hebben ze nog 5. En als je dat filmt in 120 fps, Die balkje, als dat touwtje net iets verder zit of eerder, dat maakt het een wereldverschil.